Je moet wel avontuurlijk zijn om met een beperking in natuurgebieden te gaan wandelen. Het liefst hou ik van rust, de frisse lucht, de wind, de stilte. In de natuur kan ik tot mezelf komen. Het is iedere keer een verrassing wat je tegenkomt aan wat voor paden het zijn, of het wel of niet te doen is in een rolstoel. Als het lang droog is geweest, kan ik prima over het gras rijden, maar als het week heeft geregend, dan lukt dat niet. Soms is het vervelend als je daardoor bijvoorbeeld net een mooi natuurgebied mist, dan is dat jammer, maar ja, het is niet altijd te voorkomen. In het Zanenwater hebben wij de schelpenpaden aangepast. We hebben onder andere de groene middenberm weggehaald, dus daar hebben we weer één breed schelpenpad van gemaakt. Het water loopt hier snel weg en er zijn geasfalteerde paden, waardoor je hier het hele seizoen goed kan wandelen als rolstoelgebruiker. Sommige paden die lagen nogal scheef, die hebben waterpas gemaakt, zodat mensen een rolstoel niet bij hoeven te sturen. Ja, de bankjes staan hier zo dat je als rolstoelgebruiker naast kunt zitten. Dat is ook heel fijn. Ja, dit project heeft ervoor gezorgd dat, ja, dat wij nu bewust zijn van dit soort dingen. Voorheen waren wij er niet bewust van. Ik sta er niet bij stil dat er, ja, dat iemand in een rolstoel ook naast iemand op een bankje wil gaan zitten. En het is ook helemaal niet met opzet dat je dingen niet doet. Alleen, ja, nu we het weten, kunnen we dat ook toepassen. Ik zou mensen hier in het Zwanenwater de hei willen laten ervaren. Die vind ik heel erg mooi. Natuur heeft iedereen nodig om tot rust te komen. Iedereen moet uit de hectische wereld van steden kunnen komen. Dus ook mensen met een beperking.